En achterstand, sociale achterstand, begint dus eigenlijk al voor de geboorte. Mijn naam is Christian Vermaas, basisarts opgeleid aan het Erasmus MC en vrijwilliger binnen het Sophia Kinderziekenhuis. Welkom bij deze nieuwe webserie over het Moeder-Kindcentrum. In deze webserie spreek ik verschillende specialisten binnen het Erasmus MC Sophia. We trappen deze aflevering af met professor Dr. Erik Stegers, afdelingshoofd van de verloskunde en gynaecologie. En hij gaat ons meer vertellen over de speerpunten binnen het Moeder-Kindcentrum. Het Moeder- en Kindcentrum is inderdaad een van de vier profileringsgebieden binnen het Sophia Kinderziekenhuis. Waar we de komende jaren echt prioriteit geven wat betreft zorg en onderzoek. En een van de dingen waar u zich mee bezighoudt binnen het Moeder- en Kindcentrum is de levensloopbenadering. Wat houdt de levensloopbenadering precies in? En de levensloopbenadering houdt in dat je op elk moment in het leven rekening houdt wat een individu al eerder heeft meegemaakt. Wat betreft groei en ontwikkeling, gezondheid en ziekte. Maar ook wat de consequenties van dat moment zijn en die ziekte op dat moment. Voor welzijn, gezondheid en ziekte later in het leven. Een belangrijke pijler binnen die levensloopbenadering is sociale problematiek en armoede. Waarom is dat juist zo belangrijk? Wat we eerst niet wisten, maar een jaar of 15 geleden hier in Rotterdam ontdekten, is dat niet alleen medische en biologische risico's daarvan van belang zijn, maar dat ook de sociale omgeving daar een enorme invloed op heeft. Armoede vergroot de kans op dat soort problemen die ik net noemde met soms 30-40%. Ook de kans op babysterfte is in situaties van armoede in achterstandswijken veel groter. Dus als je goed voor zwangere vrouwen en pasgeboren kinderen wil zorgen, dan moet je dus rekening houden met die sociale omgeving. Anders lever je gewoon geen goede zorg. En dat is ook binnen het onderzoek en de zorg binnen het Sophia Kinderziekenhuis wordt dat daarom steeds belangrijker. U gaf al aan de babysterfte is hoger door die sociale problematiek. Maar ook op latere leeftijd zie je ontwikkelingsachterstand. Kunt u een aantal van deze effecten benoemen op latere leeftijd die jullie meer zien bij kinderen? Nou, je ziet dat die kinderen minder ontwikkelingskansen hebben. Je ziet daardoor ook dat ze vaak minder goed opgeleid zijn. En achterstand, sociale achterstand, begint dus eigenlijk al voor de geboorte. En dat is wat we met die projecten willen doorbreken. Dat je die vicieuze cirkel doorbreekt. Door die kinderen wel met een goede start geboren te laten worden. Waardoor ze ook weer betere kansen in hun leven hebben. En daardoor ook weer kinderen krijgen met betere kansen. De kern van het leven in dat soort armoedeomstandigheden is stress. Dat is het probleem. En die stress die ontstaat daardoor vaak niet één probleem, maar bergen van problemen. Dat is bijvoorbeeld schuldenproblematiek, huishoudelijk geweld, leefstijlproblemen, veel roken, alcoholgebruik, drugsgebruik. En als je, ook al zijn het er maar een paar van die risico's, kan wegnemen, mensen daarbij kan helpen, dan scheelt dat al. En dat organiseren we ook in een heel groot project in de stad, dat heet Moeders voor Rotterdam. Waarbij we samen met de studenten van de hogeschool en de hulpverleners van het bureau Frontlijn van de gemeente, dat soort hele kwetsbare zwangeren gaan helpen. Want het is eigenlijk niet alleen een zorgprobleem, maar ook een probleem wat zich juist maatschappelijk afspeelt. Ja, dat zeg je precies goed. Ik vind ook dat we als onderzoekers en als medisch specialisten in het Erasmus MC ook veel vaker die maatschappelijke verantwoordelijkheid op ons moeten nemen en daar iets mee moeten doen. Dus het naar buiten gaan, actief optreden, verantwoordelijkheid nemen, dat leidt veel sneller tot resultaat. En dat is hartstikke leuk.